Nou, zoals u ziet, dat zijn de cadeautjes die wij gisteren van onze buren eh, ja, hebben ontvangen. En vandaag heb ik net een brief gekregen van mijn werkgever waar ik al een jaar niet mag werken, dat ik de kerstcadeautje ook mag ophalen. Enig idee hoe dat komt, dat iedereen zo voor jou eh, klaarstaat? Ja, hoe dat komt, dat kunt u misschien aan de mensen vragen die dat wel voor ons doen. Deze mensen die, uh, hebben hier een plek uh, gevonden en die, uh, zijn, zijn prettige mensen om in de buurt te hebben. Ja, ze spreken goed Nederlands, ze doen met alles mee. Hij heeft, heeft een geweldige baan, eigenlijk. Wat nou dus op non-actief is. Maar goed, het is, uh, het is een familie die hier uh, gewoon hoort.